Voor ons is betrokkenheid gebaseerd, gegrond op de verbondenheid die er wezenlijk bestaat. Ik ben eigenlijk niet veel anders dan de planten hier. Want wat wij gemeenschappelijk hebben is leven. Leven. Dat is iets wat ons onderscheidt van alles andere wat niet leeft. En in dat leven zijn het dezelfde materialen, dezelfde bouwstoffen. Mijn botten zijn de takken van de bomen als het ware. Mijn bloedcirculatie is de vochtstroom over de aarde. Ben je zo helemaal ingebed in dat grote wonder, dat grote mysterie van leven. Als mensen hier in de tuin werken en ze zitten op hun knietjes en ze zijn aan het wieden, dan zie ik soms de verwondering. Hè, dat je helemaal bezig bent met God, dat plantje, dat is daar gegroeid. Het heeft zijn eigen dynamiek, zoals ik ook mijn eigen dynamiek in het leven heb en probeer te groeien naar de zon van het bestaan. Je mag het Altissimo noemen, je mag het God noemen, je mag het ook de diepte van het bestaan noemen, de bron van je leven. Maar als ik zie dat die mensen, als ze daarmee bezig zijn, geroerd en geraakt kunnen worden, totdat ze opeens stilstaan bij dat kleine plantje. Ik kan echt naar zo'n boom zitten kijken en denken, hoe ben jij nou gegroeid? En als ik naar zo'n boom kijk, hoe ben jij gegroeid? Dan komt al gauw de reflectie, hoe ben ik gegroeid? Er zitten hele rare wendingen in die boom. Die heeft dus af en toe een nieuwe koers in moeten slaan. Die heeft een wissel moeten nemen. Nou, hoeveel mensen kennen dat niet? Dat je op een gegeven moment, je wilt naar het licht. Maar daar blijkt het donker te zijn. Dan probeer je het aan de andere kant. Ja, daar is het toch ook niet helemaal. Dan probeer je het die kant op. En waarachtig, die kant geeft jou een volle kroon en vruchten in overvloed. En het is dus een hele zoektocht. Ja, en dat kun je van elk plantje zeggen, wat dan zich zo... Er zit heel wat ongewilde kruiden of kruiden die we niet kweken, maar die ook er mogen zijn. Maar als we die dan wieden, dan zijn we ons altijd weer bewust dat is ook leven wat zo zijn weg zoekt. En dat zie je ook, dat ze zo ontzettend handig zijn in het vinden van verdere verworteling. Bij die plant, soms een symbiose aangaan als het ware, om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Nou, en die ontwikkeling, die groei, die dynamiek, die delen we met alles wat leeft. En het is iedere keer een groot feest. De kok, die gaat met zijn kruiwagentje naar de tuin. Die loopt rond, die oogst. En die rijdt met zijn kruiwagentje naar de keuken. En daar wordt het bereid. En dat is een van de sterke dingen van dit project ook. Dat is de band tussen tuin en keuken. Eet smakelijk. Onder andere is het daar vrij in restjes van gisteren soep. Mag je daar nog iets in? Wij zijn natuurlijk een beetje... Het project wat sterk insteekt op de Franciscaanse verbondenheid met de natuur. Maar het is uiteindelijk is het de verbondenheid met je eigen oorgrond, met de grond van het bestaan. En daarmee verbind je je, door hier in de natuur te werken en het tot je te laten spreken, verbind je je met al wat bestaat. En het is vanuit die bron dat er een grote vreugde ook kan ontstaan. Omdat je je onderdeel weet van dat grote, bijzondere, mysterieuze geheel wat ze... Ja, waar de zon in schijnt, waar de regen in valt, waar ongelukken in gebeuren, waar kwaaien en goede dingen allemaal hun plek hebben. Nou, dat is een hele diepe, stevige bedding. Als je op die bodem bent gaan staan, nou, dan zijn er niet veel dingen in de wereld die je nog omver kunnen blazen. Franciscus, een geweldig voorbeeld. Zijn grote ontdekking was de omhelzing met de melaatse. Dat God zich voordeed in hem, in een uitgestotene. Hij heeft daar in die melaatse dus een bijzonder godservaring gehad. En dat die godservaring zich heeft uitgebreid, dat mensen daarop af zijn gekomen. En dat hij zich steeds verder heeft verbreid. Eerst tot zijn broeders, dan tot de christenen, dan tot de muzelmannen, dan tot de schepselen om hem heen. Dat hij ervaringsgewijs heeft gezegd, maar oh, wij zijn allemaal onderdeel van dat wondere geheel. Grazie, grazie, grazie tante. Dat hij dat loflied van de schepselen aan heeft op het eind van zijn leven. Dan merk je dat hij de diepte van het bestaan heeft ervaren. Echt een mystieke ervaring is dat geweest. Wanneer je opeens doorziet hoe alles samenhangt. Dat het één grote zuster en broederschap is. Nou, dat is een hele mystieke ervaring waar ik me nog elke dag aan kan laven. Want ik wil ook eigenlijk als Franciscaanse broeder van die andere broeders, van al die schepselen, wil ik ook die mystieke ervaring van het, de ervaring van het verbondenheid in de diepte van het bestaan. En daarvoor danken. En natuurlijk ook dienen en dragen, ja.